Hey, wat leuk dat je weer kijkt. Zoals je misschien wel weet, deel ik dagelijks dingen op Instagram van een boerderijleven. En ik was vanmorgen aan het melken en toen dacht ik, wat als ik nu eens een vlogje ga maken van een hele week uit mijn leven als boerin. Dus dat ga ik doen. Ik heb vanmorgen gemolken voor mijn broer, die een weekendje weg is. En ik neem je heel graag mee deze dynamische week in. Na het melk heb ik lekker een hapje gegeten, maar ik zag dat mijn schapen waren uitgebroken, want die horen hier helemaal niet te lopen. Dus ik heb even gezocht naar de oorzaak en die heb ik gevonden. Want dit draad, die hoort hier niet te liggen. Dus ik zorg in de regen gewoon weer dat het landje in orde komt en dat alle dames. Thuis heb ik nog wat kleine klusjes gedaan. Toen ben ik bij mijn schoonzusje geweest een bakje koffie drinken en nu ga ik naar mijn vriend om te helpen op de boerderij. Ik ben inmiddels gearriveerd en deze koe die heeft pas gekalfd, maar die staat een beetje moeilijk op. Dus daarom heb ik hier een fles met calcium magnesium. Die dien ik deze koe toe door middel van een infuus en hopelijk start hij dan veel beter op. Ondertussen is het alweer tijd om te melken. Dit bedrijf heeft ongeveer 100 koeien. En mijn vriend is al begonnen met melken en ik heb de koeien in de wachtruimte gedaan en ik zorg dat de boksen weer netjes worden. We melken hier in een 2x10 van Bowmatic. De koeien worden herkend en krijgen ook kracht. Hier heb ik het kalfje dat vandaag geboren is. Een mooi Belgisch blauw kalfje. En die geef ik nou Biest. Dus dat is de eerste melk van de moeder. Ik heb net lekker koffie gedronken en nog een uurtje vergadering gehad. Dat jouw studie gaat door. En nu beginnen we met de avondronde. Dus we krabben nog een keer de boksen. We melken de koe in de tentstal. En we mesten nog even deze afkalfstal af. En zelfs 's nachts in de pyjama even controleren hoe ver het is met de kalf van de koeien. Maar tot nu toe lijkt het gelukkig rustig. Goedemorgen. Het is vandaag iets vroeger, omdat we vandaag een drukke dag hebben. En alle koeien staan al in de wachtruimte klaar om gemolken te worden. Dus we gaan heel gauw aan de gang. Drie weken geleden hebben we mais gehakseld en deze week zijn de aardappelvezels gekomen. Een beetje later dan gepland, maar goed. Vanmorgen is hij zoveel geweest en die heeft de aardappelvezels over de maisbult heen gemaakt. Dus enerzijds conserveert de mais nu veel beter en daarnaast hebben we een mooi bijproduct om bij te voeren. Dus ja, boer blij en koeien blij. Zo, ook weer klaar. Alles rondom het melk is klaar en nou is er na het melken nog een kalfje geboren van een pink. Het is nog maar een half uurtje oud, maar het springt al vrolijk rond door het hok. Dus ik ga haar Biest geven en dan is deze dag alweer bijna voorbij. Goedemorgen, ik ben alweer lekker op tijd op pad, het is ongeveer 5 uur. En ik ben op weg naar mijn werk en dan denk je, op weg naar je werk, daar ben je toch eigenlijk al? Nou, ik zal nog even kort uitleggen, ik studeer dus nog in Dronten en ik woon met mijn ouders. En thuis op onze boerderij help ik bij nodig. En dan nu door omstandigheden ben ik eigenlijk hele weken bij mijn vriend aan het werk. En dan tussendoor rijd ik weer terug naar waar ik woon. Omdat ik daar nog bij verschillende adressen werk. Dus dat doe ik dan tussendoor en dan ga ik gewoon weer terug. Dus daar ben ik nu naar op weg. We melken hier 300 koeien in een 2x18 rapid exit. Nou, ik ben net terug van mijn melkbeurt en ik kan hier weer vrolijk verder met kalfjes voeren. Kijk, de koeien zijn weer lekker gevoerd. Verder komt de klauwbekapper vanmiddag van een paar speciale gevallen, want normaal bekappen we zelf. De afkalfstal moet nog worden afgemest. Ik ga nog een kalfje Biest geven en daarna heel gauw tot de melken weer aan de studie, want daar kan ik het niet bij laten zitten. Ik
ben bezig met mijn voerrondje bij de kalf. En hij had hier een kalfje dat haar melk niet opdronk en een beetje een diarree is. Dus ik geef haar een bruistablet die ervoor zorgt dat haar vocht- en mineralenhuishouding weer op orde komt. En dan hopelijk is ze morgen weer helemaal fit. Goedemorgen, het is inmiddels 4:15 en ik ben nu op weg naar een ander adres om te melken. Dit bedrijf heeft 120 koeien en ik mag ze melken hier in deze tweede kalf. Zij en zij melken. Het melken is klaar, de boksen zijn weer schoon, het voer aangeschoven, dus nu alleen nog even kalfjes voeren. Alles is voorzien van melk, hooi en brok, dus hier zijn we klaar. Ik heb net lekker gedoucht en gegeten bij Hotel Mama en ik ben nu op weg naar mijn nicht, want die is pas getrouwd. Dus die ga ik even een bloemetje brengen en een lekker bakje koffie drinken. Inmiddels weer terug op de boerderij. Ik geef een stukje schoonspuiten, we gaan nog een koe bekappen en ik wil nog even de schapen controleren vandaag. En dan is het eigenlijk ook alweer melkstijd. En nu vlieg ik ondertussen snel weer naar de boer waar ik vanmorgen ook gemolken heb. Teruggekomen van het melk kan ik hier bij mijn vriend zo verder met het voeren van deze ongeduldige kalfjes. Kijk, dit is het kalfje dat ik gisteren de bruisbol heb gegeven. Ze drinkt er als een grote, dus ze is weer helemaal de oude. Wij hebben onze gebruikelijke avondronde afgewerkt en je weet nu wel een beetje waaruit die bestaat. Ik heb wel zin om nu te gaan slapen, want het is zo weer morgenochtend 6 uur. Welterusten! Deze ochtend ben ik wakker geworden met een leuke verrassing. De trekker was leeg, dus ik heb hem even weer opnieuw afgetankt en nu moet ik hem even ontluchten, zodat hij weer kan starten. Zo, het is vanmorgen zo druk geweest dat ik helemaal geen tijd gehad heb om jullie te laten zien wat ik allemaal gedaan heb. We hebben onder andere 3 koeien gekocht en er kwam nog allerlei ander werk bij kijken. Dus het is inmiddels 1 uur of 1:30 of zo, dus ik ga gauw een hapje eten en dan kunnen we vanmiddag weer lekker aan de gang. Vandaag hadden we 2 vrienden op bezoek en die wilden graag helpen op de boerderij. Dus we hebben vandaag de kalveren van de hokjes verplaatst naar het stro. En de kalvers van het stro hebben we verplaatst naar de roosters. Dus alles lekker ingestrooid. En ook de tentstal hebben we uitgemest en opnieuw ingestrooid. Dus vandaag is alles weer lekker fris geworden. En nu zijn we bezig met de avondronde. En dan snel slapen en morgenochtend weer lekker aan het melken. Ik ben inmiddels gearriveerd bij de boer in Giethoorn. En ik begin zo met melken. En normaal ben ik gewend om op zaterdag na het melken gewoon een dagje aan het werk te gaan. Maar vandaag heeft de boer mij meegevraagd naar een vergadering van de fokkerijvereniging. En dat vind ik heel leuk, dus ik ben benieuwd wat de dag brengt. En we zorgen dat we om 4 uur weer terug zijn om weer te gaan melken.
vandaag een hele leuke dag gehad tijdens de jaarlijkse fokkerijvergadering. Ik heb heel veel geleerd over het AAA systeem en hele mooie koeien gekeken bij de Bossink Holsteins. Dus nu weer terug tussen de eigen koeien en gauw weer naar het werk. Er stond vanavond in de planning dat ik weer de 300 koeien zou melken in Giethoorn, maar de planning is wat gewijzigd. Dus ik ben ondertussen weer terug bij mijn vriend en mag hier weer kalfjes voeren. En dat doen we natuurlijk in tenue. En daar werken we vanavond de boel af en dan hopen dat we deze zaterdagavond om 3 uur voor 8:30 binnen zijn. En dan is het meeste werk van deze week gebeurd. Nou, we zijn eerst klaar voor nu en ik kan je verklappen, 8:30 is niet helemaal gelukt. Zo, ook het laatste voor vandaag is klaar. Ik heb toch even het voer aangeschoven, de boksen gekrapt en de melkzak klaargemaakt voor morgen. En dan zit het einde van deze dag, maar ook het einde van deze week en het einde van deze vlog. Ik vond het in ieder geval super leuk om jou een weekje mee te nemen in mijn leven als boerin. En ja, ik hoop dat je het ook leuk vond en leerzaam. En ik heb in ieder geval een super voldaan gevoel na deze week. Hey, ik zie je graag de volgende keer weer. Joe!